Salvino, donderdag naar Eindhoven, niet naar Jong PSV, maar naar het grote PSV. Kijk je daar naar uit? Ja, zeker. Het is een mooie wedstrijd. En ja, kijk er zeker naar uit. Even ten aanzien van je eigen positie. De laatste twee wedstrijden tegen PEC Zwolle en afgelopen zondag tegen Den Bosch stond je vanaf minuut 1 in de basis. Verbaasde je dat of niet? Ja, verbazen. Ik was wel blij dat ik in de basis stond. En ja, hier werk ik keihard voor elke dag. Dus ja, vooral blijdschap. Als je naar je cijfers kijkt, dit seizoen heb je 6 keer vanaf minuut 1 mogen starten. Ik dacht iets van 13 keer ingevallen. 2 goals gescoord, laten we dat vooral niet vergeten. En de bekerwedstrijden tegen Go Ahead en Kozakken Boys daarvoor stond je ook vanaf minuut 1 in de basis. Ja, dat is lekker voor een speler, dat hij dan wat aan zijn ritme kan werken, zeg maar. Ja, klopt. Ik merk wel toen ik in de basis stond dat ik weer even wedstrijd dit moet opdoen. Maar nou ja, zeker lekker wat u zegt. En ja, nogmaals, ik ben er heel blij mee. Even naar de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Den Bosch. Het was niet al te hoog niveau, zal ik maar zeggen. Tweede helft kreeg je mogelijkheid, laat ik niet zeggen maar kans. Maar die kopbal die was toch redelijk tussen de palen. Alleen de keeper let er goed op dat moment. Balen op dat moment? Ja, ze zeker balen. Ja, ik kon niet echt kracht achter de kopbal zetten. Maar ja, natuurlijk wel balen. Ik wou hem graag erin koppen. Jullie hebben heel veel middenvelders. Ja, dat is natuurlijk, houdt dat in een zware concurrentiestrijd. Hoe ervaar je dat? Nou ja, het houdt me scherp. Sowieso. En we hebben heel veel goede middenvelders. En ja, het houdt me scherp. En ik vind het alleen maar mooi. Het is een concurrentiestrijd. Als je over jezelf iets zou mogen zeggen, waar ligt je kracht? Nou ja, ik ben fysiek sterk. Ik heb een aardige paas. Ik ben snel. Dus ja, die dingen. Bekertoernooi is altijd een toernooi met volop verrassingen. Nou, we hebben de bekerstunt gezien van Spakenburg. Dan trainen jullie vandaag op Rijswijk. Heb je het dan onderling over dat een stunt à la Spakenburg er wellicht ook in kan zitten? Nou ja, ja, we praten er wel over. Waar heb je gisteren wedstrijd gezien en zo, dat is normaal. Maar ja, de bal is rond. We gaan er gewoon volop klappen en dan ja, we zullen het morgen zien. De bekerwedstrijd hier thuis tegen Go Ahead was al een indicatie van hoe dik advocaat met Adel wil gaan spelen morgenavond. Zeg maar vanaf de eigen helft en dan op de counter gokken. Denk je dat dat ook de ideale speelwijze is? Ja, ik denk het wel. We hebben snelle buitenspelers. En Thomas die goed kan knikken. Dus ja, ik denk het wel. Ik denk dat deze tactiek ons wel goed ligt, ja. Zaak is om juist in de beginfase natuurlijk de nul te kunnen houden. Want hoe langer de tijd vordert en de score blijft dubbel blank, dan neemt de irritatie aan PSV kant toe. En zijn jullie steeds sterker aan het worden in je eigen geloof, zeg maar. Ja, nee, klopt dat zeker. Ja, op een gegeven moment krijgen ze onderling ruzietjes. En op de counter 1-0, 2-0 en afgelopen. Weet je nog de laatste keer wanneer Adel Haag in Eindhoven won tegen het grote PSV? Sorry? Weet je nog wanneer ADO won in Eindhoven tegen PSV? Ik zag het volgens mij wel voorbij komen op Instagram, maar ik weet niet meer precies wanneer. 2011, voorzet van Vicento, score door Wesley Verhoek. Dat is 0-1 geworden toch? Ja, heb ik gezien. Tot slot, wanneer ben je tevreden morgenavond? Wanneer we door zijn naar de volgende ronde. Dan ben ik tevreden.